Daan en Mees is net klaar met de basisschool en gaan na de zomervakantie naar de brugklas. Maar nu zijn ze eerst met hun ouders op vakantie in Londen. Tijdens het ontbijt in het hotel proberen de jongens zoveel mogelijk met elkaar in het Engels te praten. Hey, watch Dan, there's no white bread. Make that the cat wise. No, serious, only cornflakes and bacon. I understand no sack from this. Wait, I will it to the waiter ask him. Thanks, Mace, you are my rock in the burning. In 1987 publiceerden Fred van Barneveld en Peppy van der Zanden het vierfasenmodel. Een vakdidactisch model voor de Engelse lessen in de bovenbouw van het basisonderwijs, dat het rendement van de lessen kan waarborgen in geringe tijd. Vaak is er namelijk niet meer dan 3 kwartier per week beschikbaar om te besteden aan Engelse les. Het model toont overeenkomsten met de 5 noodzakelijke componenten voor goed vreemde talenonderwijs en bij elke fase kan ICT een meerwaarde bieden en de vakdidactiek versterken. Als eerste de introductiefase. Dit is de start voor een nieuw onderwerp, waarbij de leerkracht de voorkennis bij leerlingen activeert en hem probeert te motiveren voor het nieuwe onderwerp. Daarnaast kan hij kort herhalen wat hieraan vooraf is gegaan en alvast aangeven wat ze de komende tijd gaan doen. Zo bereiden de leerlingen zich actief voor op het nieuwe onderwerp. Mogelijke ICT-toepassingen in deze fase zijn het maken van een gezamenlijke mindmap, het benoemen van reeds bekende woorden bij een praatplaat op het digibord of het spelen van taalspelletjes achter de computer. Daarna komt de inputfase, waarbij leerlingen veel nieuwe Engelse taal krijgen aangeboden. Ze moeten deze receptief verwerken, bijvoorbeeld door te kijken, luisteren, te matchen of het beantwoorden van meerkeuzevragen. Leerlingen maken kennis met nieuwe woorden en kerndialogen die ze klassikaal en individueel hardop moeten uitspreken. Je kunt als leerkracht hierbij digitale boeken gebruiken, of zelf gedichten of verhalen samenstellen, of een eigen lied of dialoog opnemen. Leerlingen kunnen zo herhaaldelijk en gepersonaliseerde input krijgen die bovendien tijd- en plaatsonafhankelijk raadplegen is. De derde fase is de oefenfase, waarin kinderen de gepresenteerde stof oefenen in zowel mondelingen als schriftelijke opdrachten. Deze opdrachten zijn oplopend in moeilijkheidsgraad en gaan van een kerndialoog naar een plusdialoog, waarbij kinderen gebruik mogen maken van compenserende strategieën. Het is belangrijk dat dit oefenen op een speelse wijze gebeurt, bijvoorbeeld door het spelen van taalspelletjes of het beantwoorden en stellen van realistische vragen. Op het digibord kunnen allerlei oefeningen worden klaargezet zodat leerlingen in tweetallen veilig kunnen oefenen. Daarnaast zijn er ook andere digitale verwerkingsopdrachten denkbaar, zoals realistische schrijfopdrachten. En er komen steeds meer apps beschikbaar waarmee kinderen goed kunnen oefenen. Tot slot is er de transferfase, waarin kinderen laten zien dat alles wat ze geleerd hebben, dat ze dat kunnen toepassen ook in verschillende vrije taalsituaties. Het is hierbij belangrijk dat het gaat om een realistische taalsituatie en een zinvolle context. De leerlingen mogen hierbij gebruik maken van hun voorkennis, maar ook buitenschool geleerd Engels. Deze fase wordt altijd afgesloten met zowel een mondelinge als een schriftelijke eindopdracht. De leerlingen zijn nu open productief met Engels bezig en kunnen hun teksten bijvoorbeeld opnemen of online publiceren. Al deze fasen komen natuurlijk niet in één enkele les voor, maar in een lessenserie, waarbij herhaling en verdieping voor leerlingen mogelijk is. De 4 fasen zijn de bouwstenen voor de opbouw van een aantal lessen binnen een thema of project. De nadruk ligt bij Engels vooral op spreekvaardigheid. En er wordt flink geoefend op woordenschat en standaarddialogen, zodat kinderen zichzelf leren uitdrukken. En dat is altijd handig. So that the children will not let the cheese be eaten off their bread. Of zoiets.